zijn in een van de buitenwijken van Zwolle, vlakbij het PEC-stadion, zijn we op zoek naar TSN Thuiszorg. Ze hebben zich goed verstopt. Niet goed genoeg. Ik heb ze gevonden. TSN is een thuiszorgorganisatie met 1750 medewerkers, 3 woonzorglocaties en een hoofdkantoor in Zwolle. 2016, het was brood nodig, AFAS moest even binnenkomen. AFAS moest binnenkomen, ja. We hadden hele dure ICT-systemen. Ja, we wilden een systeem wat handiger was, wat beter geïntegreerd was, op elkaar aansloot. En gaat het? Werkt het? Het werkt. Het werkt super. Ja, het is heel mooi om te zien hoe simpel het ook klinkt, dat we nu met 1 druk op de knop kunnen zien welke mensen we in dienst hebben, waar die mensen werken, wat ze doen, welke functies ze hebben. En hoeveel mensen zijn nu mee in het veld aan het werk? We hebben 1750 mensen aan het werk. Dat was een ontzettend grote logistieke operatie om alle mensen werken nu met een tablet, om daar een tablet te krijgen bij al die mensen. Er zijn ook wel mensen die er moeite mee hebben om met een tablet te werken, om volledig elektronisch te werken. Maar we hebben nu met AFAS de mogelijkheid om eigenlijk alle klantinformatie die ze nodig hebben, die hebben ze direct beschikbaar. En maar ook hun personeelszaken, de personeelsdossiers, jezelf ziek melden. Dat hebben we nu eigenlijk in 1 overslag gereed. Ja. Wat hebben jullie geleerd van de AFAS? Het mooie is dat wij ons volledig aan de AFAS-standaard gehouden hebben. Dus er was een template en die hebben we volledig zo gehouden zoals die was. We weten nu beter waar je de dingen moet invoeren. We weten nu beter wie dat moet doen. We weten ook beter wie wat met die informatie moet doen. Waarom gaan jullie die awards winnen? Omdat ik er ontzettend trots op ben dat wij in zo'n korte tijd zo'n enorme slag hebben geslagen op automatiseringsvlak. We hebben het volledige automatiseringslandschap vervangen. Van zeg maar de Outlook bij de mensen op de PC tot het planningssysteem, tot het hele ERP-pakket met HRM en verzuim. En per 1 januari zijn we dus vrijwel vlekkeloos live gegaan. En weer is er een finalist bij. TSN, Thuiszorg. Zo. En stemmen.